Ja, vandaag gaat het gebeuren. Jullie gaan een bijzonder vervolg geven aan een verhaal wat alweer 10 jaar geleden begon. En bij aanvang van deel 2 is het altijd leuk om even terug te blikken naar deel 1. 19 januari 2007 kreeg ik de volgende mail. Sander is mijn vriendje. Uitroepteken, uitroepteken. Smiley, smiley. Wie, wie, wie. Maar nu komt het. In ieder geval, als ik het goed heb begrepen woensdag. Hij zei dat hij mijn vriendje wel zou willen zijn en of ik dat ook zou willen. Dus ik zo, ja, dat wil ik wel. Alleen denk je dat we elkaar genoeg kunnen zien en zo, omdat we toch een stukje uit elkaar wonen. Maar we zeiden allemaal van ja, dat moet wel gaan lukken waarschijnlijk. Dus nu neem ik aan dat hij mijn vriendje is, toch? Vraagteken smiley. Lieve Alice, ik hou van jou. Ik voel me goed als jij je goed voelt en jij voelt je goed als ik me goed voel. Wij horen bij elkaar. En jij bent degene waar ik oud mee wil worden. Want echt waar, jij bent echt de allerliefste. Super. Ja? Ja. Vind ik mooi? Super mooi. Nou, jij ziet er mooi uit. Wow. Super mooi. Echt heel mooi. We hebben samen regelmatig momenten dat we lekker gek doen. En je kan ook nog eens de beste moppen vertellen. Die zijn vaak niet te lang en niet te moeilijk om te onthouden. Maar je kan vooral genieten van de manier waarop en het plezier waarmee je ze vertelt. Ik vind het heerlijk als je om mij moet lachen. Vaak heb ik niet eens door waarom. Maar dat maakt me niet uit, want bij jou kan ik echt helemaal mezelf zijn. Ik wil samen oud met je worden. Samen het leven verder ontdekken. En samen blijven lachen om onszelf, om anderen. En samen lekker relaxed zijn. Ja, zeker. Ja. De heer en mevrouw Van den Hoven. Nu een jaar geleden en nu staat hij hier getrouwd. Met zijn liefde, ja, zijn Ik hoop dat we ooit, als we lekker grijze opa en oma zijn, nog net zoveel plezier met elkaar hebben als we. Oh, 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 oh